Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 2 juli. Geef niet toe aan zelfmedelijden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jeremia 29, vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Zelfmedelijden is een destructieve en negatieve emotie. Het verblindt ons voor onze zegeningen en mogelijkheden die voor ons liggen en het steelt onze hoop voor zowel vandaag als morgen. Mensen die medelijden hebben met zichzelf denken vaak: waarom zou ik het nog proberen iets te doen? Ik faal toch altijd. Zelfmedelijden is eigenlijk afgoderij omdat het zelfzuchtigheid is tot in het extreme. Wanneer we toestaan om ons in zelfmedelijden te wentelen, verwerpen we in wezen Gods liefde en zijn vermogen om dingen te veranderen. Ik moedig je aan om geen enkele dag van je leven meer te verspillen aan zelfmedelijden. Wanneer je de hoop verliest en je jezelf zielig begint te vinden, stop de gedachten en zeg: ik weiger om mijzelf zielig te vinden. Het kan zijn dat ik me nu in een moeilijk seizoen van mijn leven bevind, maar ik zal blijven hopen op betere tijden. God heeft je geluk voor ogen om jou een hoopvolle toekomst te geven. Als je vasthoudt aan je hoop door je te richten op Jezus en in Hem te geloven, zullen er wonderbaarlijke dingen gebeuren in je leven. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik weiger om zelfmedelijden te hebben. Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, dan herinner ik mijzelf eraan dat U groter bent dan mijn problemen en U een goede toekomst voor mij in petto heeft. Ik wil dat Uw plannen verwezenlijkt worden in mijn leven en ik vertrouw dat U mijn omstandigheden verandert naar Uw wil. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.